Vlog, 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 vlog! Het is de zondag, de tweede zondag van de meivakantie. En we zijn op het Naaldenveld. We zijn tot en met vrijdag zijn we hier de beheerders. Maar het is niet zo heel te beheren, want we hebben maar een paar gasten. Dus het is heel relaxed wordt het. Maar even een beetje een valse start, want het was heel het terras er opeens vol met allemaal mensen die, waarvan we niet wisten dat ze hier zouden zijn. Die gingen maar niet weg. Maar ze zijn weg. Dus nu kunnen we chillen. Hoi de rust. Hoi de rust. Vogeltjes. Ja. Nou, ik zal je af en toe laten zien wat we aan het doen zijn. Het zal niet zo heel veel worden, maar voor een hele week moet het toch wel een fatsoenlijke vlog worden, denk ik. Ik ga nu eventjes zitten en relaxen. Tot rust komen. Ik heb het heerlijk gegeten, want ik had nasi gemaakt. Alleen bloemkoolrijst vergeten, maar ik had wel gewone rijst. Dus met gewone rijst. Ik vind er nog heel weinig te doen nu. Dus dat is heel erg vakantie. Ik ben een beetje met mijn ukulele aan het tokkelen. Een beetje oefenen. Ik ben niet goed genoeg om een nummer voor jullie te spelen, jongens. Dus ik moet nog even goed dooroefenen. Misschien aan het eind van de week. Maar het is 6:30 nu en de vogeltjes hebben het hartstikke druk. Hoor ze nou toch? Lekker hè? Ja. Het begint te schemeren, dus ik ga de schuur op slot doen. En de spulletjes het huisje in halen en dan gaan we binnen zitten voor het fris. Dus het is mooi weer. Weinig gebeurt vandaag, maar het is ook vakantie. Het hoeft ook niet zoveel te gebeuren, toch? Ik hoop dat het licht nog aangaat daar. Hoor je dat? Ik wil heel even oh, zijn de wolven hierna ook gearriveerd, maar dat is de hond van de buren. Het is maandagochtend, het is een beetje fripsat nog. Het is ook nog een beetje vroeg, ik was al om voor 7 uur was ik al eruit. Het is nu 9:30, dus het is niet heel vroeg. Maar wel heel stil. Ik heb redelijk geslapen, was wel vroeg wakker. Lekker ontbeten net, yoghurtje met nootjes en vruchtjes. En we gaan kijken wat de dag van vandaag ons gaat brengen. Ik wil in ieder geval proberen om vandaag de tent op te zetten. Voor het geval je het verhaal niet weet, we hebben een nieuwe caravan besteld. Dat hebben we in oktober gedaan. En die zou dit kwartaal geleverd worden. En toen wilden we onze oude caravan gaan verkopen. Dus toen ging ik informeren van, goh, gaat het allemaal goed met de nieuwe caravan? En toen kreeg ik te horen dat het misschien wel september kan worden. En besloten om toch de caravan te verkopen. In de gok er maar op te wagen dat het nieuwe caravan op tijd is. Maar als hij niet op tijd is, dan moeten we met de tent. Nou, die tent die ligt al een jaar of 10 op zolder. Dus ik ga even kijken hoe die eruit ziet. Of de rubbertjes vervangen moeten worden, of alles erbij zit. Hoe groot die oppervlakte is voor het plastic voor eronder en grondzeil. Dus dat wil ik proberen vandaag te doen. Want vandaag blijft het wel behoorlijk droog. En ik weet niet wat ik al andere dagen ga brengen. Dan heb ik het maar gedaan. Hij is loeizwaar. Ik denk dat die van wel 40 kilo is of zo. Het is echt een hele zware tent. Het is een de waard. Maar die wil ik dan vandaag gaan opzetten. Wat ook nog als klusje staat, is de vuurbakken legen. Op het hele terrein als het nodig is. Gaan we een randje maken met de trekker straks. En verder even niets. Niet bijzonder veel te doen. Ik zat net nog even te kijken. We hebben in het kantoortje. Hebben wij een hoekje. Ik zat bij het interieurteam. Ik heb de deur nog niet opengemaakt, dus het viel even van buiten af. Ik zat bij het interieurteam en we hadden daar in dat hoekje bij die barkrukken eigenlijk een bureaublad gepland staan. Met daarboven een paar kasten waar we dan folders in kwijt konden. En we hebben een heel grote ordner met allemaal suggesties voor uitstapjes en allerlei informatie voor tochten en weet ik veel wat. Dat zou dan mooi daar kunnen staan, maar dat is er eigenlijk niet van gekomen. Ik zat te kijken van hoe kan ik daar nou... Kan ik dat alsnog gaan doen? Kan ik het gewoon zelf doen? Of
moet ik dat toch eerst eventjes in de, denk dat eerst even in de groep moet gooien. Ik ga er even over nadenken. Ik ga nu eens nog even zitten. Ik had opeens een goed idee, vond ik zelf. Ik ga het gewoon in de schuur doen, die tent. Ik heb hier ruimte zat. Het is redelijk schoon, ik ga wel even vegen van tevoren. Maar dan kan je gewoon schoon inpakken en droog. Je hoeft niet bang te zijn voor regen. En ik heb het gewoon goed geïnspecteerd, dus slim idee voor mij. Ik ga even rochelen. Nou, ik ben even geveegd. Dat is het resultaat. Allemaal gewoon schoon zand, maar dan zit het zo meteen niet op de tent. Ik ga die tent niet helemaal naar de schuur sjouwen, daar is echt te zwaar voor. Dus even ruimte maken voor de auto en dan rijd ik de auto gewoon naar de schuur toe. Nou, daar ligt hij. Ik heb ontdekt, we hebben, het is al een tijd geleden, we hebben helemaal geen rubberingen hierin. We steken gewoon een grondpen doorheen. Even eens afspannen. En zo op het eerste gezicht ziet het er echt keurig droog uit. Geen weervlekken erin. Maar ja, we zijn altijd wel heel zuinig op onze tenten. We weten hoe we daarmee om moeten gaan. We zullen zien, is die gewoon, kan die zo opgezet worden. Dat is fijn. Zo, er zitten geen halingen bij, dus die moeten we gaan uitzoeken. Onze spullen uit de caravan die staan hier. Nu we even in afwachting van de nieuwe caravan even stel ik hier opgeslagen. Ja. Het gaat erop lijken dat het nu langer gaat duren dan de planning was. En hier heb ik onze haringen. Hele grote tassen. Gedang. Dacht ik nog meer had. Even kijken. Op zolder bij de tenten lagen ook nog een paar zakjes haringen. Dus ik ga nu even uittellen wat ik nodig heb. Of ik alles heb. En dan is de tent volgens mij gewoon compleet. Ik heb wel weer zin gewoon om in de tent te kamperen. Dat is ook wel heel leuk. Alleen mijn rug vinden wat minder waarschijnlijk. Maar... ik heb geteld, ik heb ongeveer 15 van deze grondpinnen nodig. Dit is een lekkere stevige. Voor mij heb ik die daar wel genoeg van. En ongeveer 30 van deze gewone haringen. Scheerlijntjes zitten er allemaal aan vast, dat heb ik voor mij niet nodig. Alleen voor onze losse luifel heb ik natuurlijk scheerlijntjes en ook een haringen ook nog nodig. Dat moet ik niet vergeten, want die neem ik ook mee, want deze heeft niet echt een luifel. Een soort afdakje, maar dat is niet genoeg om onder te zitten, dus we moeten een losse luifel meenemen. Nou, ga ik vertellen. Nou, deze stapel heb ik nodig en heb ik nog wat reserve ook. Ik heb alleen niet, ik heb maar één zo'n doppie. En ik heb maar één zo'n doppie. Dit is voor onder de paal, dat je niet door het grond heen gaat. Daar heb ik maar één van. Dat is raar, we hadden er veel meer van. En ik heb maar één zo'n dopje, dit is niet eens een goede. Deze voor over de tentstok, zodat er geen regen naar binnen kan lopen. Dus dat moeten we denk ik nog wel eventjes hebben. Maar verder is hij helemaal compleet. Nou, ik heb een rondje gemaakt langs alle terreinen. Terrein, niet treinen, maar terreinen. Voor de vuurbakken. Er zaten er een paar en heel vol. Ik heb 12 emmers weggeschept, maar er ook een aantal leeg. Ik had je meegenomen, maar mijn accu was blijkbaar opeens leeg. Dus ik heb niks kunnen vinden. Dus je moet mijn woord geloven. 12 emmers. Dat is veel. En nu is het 4 uur bijna. Dus nu ga ik eventjes een boekje lezen. Het is dinsdag. Het is een beetje fris, maar de zon is er wel. Maar er zijn ook wolken. De vogeltjes zijn al een tijdje wakker. Ik heb al wel redelijk geslapen. Heb jij goed geslapen? Wel goed wakker geworden? Nee. Nee. Oké. Nou, nieuwe dag. Het is dinsdagmiddag inmiddels. Ik heb net een gezin met heel veel rotzooi hier opgehaald. Helemaal achteraan bij het meisjesveld.
Daardo. Die heb ik spullen opgehaald en naar de auto gebracht. En nu ga ik even bij de veldjes die hier zijn ook nog even de bakken legen. Dat kon gisteren niet omdat zij hier stonden. Dus dan moet ik even de heuvel afrijden. Dat is heel spannend. Dus ik neem je even mee. Even een lawaai. Dan zit het geluid even zachter. Deze bak valt wel mee, maar ik schep toch even een emmertje uit. Dat scheelt weer voor de volgende kampeerders. Ja, dit is vooral zand en troep. Ik ben nu op het verste veld aangekomen. Hier stond een heel enthousiast gezin die ook naar een wereldreis ging maken. En leuk kamperen en wild. Nou, die jongens die hebben zich enorm uitgesloten, want de volgende groep hier komt, die hoeft geen hout meer te sprokkelen. Er ligt echt genoeg voor een jaar. De bak is een beetje vol, dus ik haal ook even een emmertje uit. We vragen natuurlijk altijd wel aan de gasten van, goh, willen jullie wel de vuurbak even leeg maken? Maar ik vind dat je dat pas kan vragen als ze ook een redelijk lege vuurbak hebben aangetroffen. Dus vandaar dat ik nu toch even dit rondje maak. Een soort van nulmeting. In ieder geval, ik heb toch tijd, zat ik niks te doen. Dat wil zeggen, ik moet de veldjes voor moet ik ook nog allemaal even nalopen, dus daar was ik nog niet geweest. Dus dat ga ik nu doen. Eigenlijk was net de afdaling naar het meisjesveld was helemaal niet zo heel erg spectaculair. Deze afdaling is veel spectaculairder naar het olifantenbos. Maar daar heb ik al een keer mee naartoe genomen, dus misschien dat je nog kan kijken bij een oude vlog. Maar dit is wel echt heel veel bomen ook, je moet hier geen stuurfoutjes maken. We leven inmiddels bijna rond 5 uur. Nou, het is rond 5 uur, bijna om 5 uur. Ik heb wel een klein avontuur gehad. Er kwam een gast, die kwam melden dat er een gast, ik bedoel, nee, niet een gozer, maar gewoon een gast, iemand die hier logeert, die kwam melden dat er een groot gat in de hek zat. En dat daar allemaal tieners rondhingen, gisteravond ook al. Dus ik heb dik ijsdraad gezocht. Tangetjes meegenomen en ik ben er toegelopen. En toen stonden daar 4 meisjes in paardrijkleding. Dus die komen van de buur af. Hiernaast zit de manege. En die stonden daar bij te hangen. En toen ik aankwam lopen, toen gingen ze heel snel weg. Maar toen waren ze nog wel een beetje bij de hand tegen mij. Maar ik heb het gat weer proberen dicht te maken. Ik heb wel een paar sneeën in mijn hand gekost. Maar vannacht zijn we weer veilig. Tenzij ze gewoon door de poort komen. Dat is veel makkelijker eigenlijk. Ja. Moet ik hier nog één jaar weer zien? Nee. En wat net visite van Petra. En die gaat nu weer naar huis. Dus ik ga even groenten snijden, want ik ga koken. We eten een of andere. Ik heb zo'n pak gehaald, ik weet niet wat het is. Kijk, loop wel even mee. Dan kan je het zien. Dit ga ik maken, groene curry. Ik heb geen idee wat het is, ik heb het nooit gegeten volgens mij. Maar ik heb wel het een of ander te snijden. Ik zie dat er komkommer bij zit. Nou, ik heb lekker te pruttelen. Dan gaan we eerst de currypasta erin gooien. En dan nog de kokosmelk. Ook rijst. En we gaan lekker buiten in het zonnetje gaan we lekker eten. Nou, het is klaar. Het ziet er groen uit. En het ruikt heel lekker. Het ruikt wel lekker, ja. Echt heel lekker zelfs. Het eten was heerlijk. Heerlijk. Het is erg goed gelukt. Erg. Ik heb nog een beetje overgehouden voor morgen. Morgen komen onze Bassische vrienden komen morgen barbecueën met een dode kip. Ik heb nog even gejoekeluderd. Nog een lekker theetje gedronken buiten. Maar het is nu gewoon koud. Het is, wat is het? 8:30. En het is gewoon best wel koud buiten. We zouden een vuurtje kunnen aansteken, maar dan gaan we zo stinken. Morgen gaan we stinken. Vandaag gaan we gewoon even chillen. Nou, dat is niet zo moeilijk met deze temperatuur. Iets te vet. We zouden iets minder willen chillen eigenlijk. Maar. Dus ik ga lekker lezen, denk ik. Nou, toch weer. Tot morgen. Had ik al gezegd dat het woensdag was? Nee, hè? Het is woensdag.
Ik bedacht mij net dat we een tijdje terug hadden wij een hertenkalfje gevonden in het bos, hier eigenlijk vlakbij, die lichtelijk op sterven na dood was. En, maar toen hebben we besloten dat we konden niet helpen. En we besloten om het aan de moeder over te laten. Dus hebben we daar achtergelaten. Dus eigenlijk nooit meer gekeken wat ermee gebeurd is. Dus nu vraag ik me af, is die daar dan overleden? En liggen daar dan nu ook resten van hem? Dus ik ben nu daar naartoe op weg. Wat ik mij kan herinneren waar die ongeveer lag. Er is een heel stukje hier waar we nooit komen. Eigenlijk. Gaan we de natuur laten. Even kijken waar dat is. Jongens. Auw, pikkertjes. Hier gaan we de heuvel nog op. Dit terrein zo weinig gebruikt wordt. Maar dan is het daar rechts een beetje. Hier kijken. Het schiet er naar huis. En de buren. Hier komen dus gewoon nooit. Een heel stuk terrein wat niet gebruikt wordt. Misschien heeft hij het gewoon gered, hè? Dat hoop ik eigenlijk. Ik zie niks. Dit is een heel lange saai segment, denk ik. Zonder spectaculaire afloop. Ik hoop natuurlijk dat hij het gered heeft. Maar stiekem hoop ik ook een beetje dat ik wel een skeletje vind. Dat we dan kunnen ophangen in het huisje. Dat het hier was. Met die jongens tussen lag, maar ik zie niks. Nee, hij heeft het gered. Ja, ook leuk. Ik heb gisteren een heerlijk soepje gemaakt. Een tomaat-paprika soep. Ik eet momenteel zo min mogelijk brood. Ik heb koolhydraatarm te eten. Vanwege mijn diabetes die ik heb. Ik had het soepje opgewarmd nu in de magnetron. We hebben maar één overhandschoen, dus ik denk, nou, pak die allemaal met blote handen, maar zoals je ziet aan de morsschade aan de zijkanten ging dat niet helemaal goed. Het was heter dan ik had verwacht. Maar het is wel een heel lekker soepje. Het is goed gelukt. Nou, we hebben alles zo uit de caravan uitgezocht. Wat gaat mee in de tent als het zo weer mocht komen? Wat kan weg en wat bewaren we gewoon voor als de caravan er is? Dat gaat niet mee. Dit gaat wel mee. En we hadden een flinke vuilniszak met wat wegkorn. En nog een tas voor thuis. Oh, dit gaat ook niet mee. Dat is voor je caravan. Vast dekentje. Dus, nu ga ik het even allemaal inruimen. Servies en bestek. En zo. Dat zit in de afwasmachine nu. Dus ik kan dit nog niet helemaal opruimen. Maar kun je afvinken. Een grote eer valt mij te beurt. Mijn lieftallige echtgenote heeft mij zojuist gevraagd of ik het vuur wil maken. Nou, dat is echt nog nooit gebeurd. Ik denk dat ze het vooral vraagt om mij te zien falen. Nee. Nee? Nee, ik heb gewoon geen zin. Dus ik ga vuur maken. Want straks komen de Bassies en Karin zei al van als er geen vuur is, dan kom ik niet. Dus we moeten wel. Nou, zo niet. Gelukt. En zoals het hoort met één lucifer. Nou, is een mooi vuurtje toch? Klopt, een snijplankje ligt er ook in, die hadden we niet meer nodig. Het is hout, kunnen we nog een paar knijpers moesten weggooien. Het ligt er ook in. Het is hout en het brandt. Zonder hem weg te gooien. Wat is er nou leuker dan bij een vuurtje zitten en verder niks te doen hebben? Heerlijk. Het is echt
totale rust, mensen. Totale rust. Het loopt er tegen vijven. Inmiddels zijn onze matties er. Die komen hier zelf eten. Ze hebben kip meegenomen, bier meegenomen. Ga lekker barbecuen. Nou, het eerste vlees ligt. Het vlees ligt op de knoei. Ik hoor zojuist dat de satésaus warm is. Dus we gaan zo lekker eten. Nou, K en Ron gaan. En we meer gaan ook zo. Het was heel gezellig. We hebben heel lekker gegeten. Ja. En het was. Lekker veel zoete benen. Het was knus, ja. Ik heb het gezondigd. Ik heb een ijsje gegeten. Zoete benen, zout en vette benen. Ja. En het vuurtje brandt nog, dus we kunnen even zitten. Het is. Lekker weer. Over 11 is het nu. Ik ben op een missie. We hebben drie jonge gasten die je netje niet helemaal vertrouwden. Dus ik ga even checken of ze de kampas wel netjes houden. Of ze wel in mijn water naar de vuurplaats hebben staan. Dus geheim missie. Nou, het verdachte kampje, dat zag er keurig uit. Niks op aan te merken. Ze lagen nog te slapen. Het is over 11. Dus ze hebben het wel laat gemaakt, maar ze hebben het helemaal netjes achtergelaten. Maar dan kwam ik net dit tegen. Een mol zo met allemaal stokjes erin. Dus ik denk dat iemand heel erg hekel heeft aan mollen. Of dat hij probeerde te leren apporteren. Dus dat hij die stokjes allemaal moest ophalen. Ik weet niet. Het ziet er heel demonisch uit. Nou, ik ben nieuwe gasten met de trekker naar een plek gereden. Toen kwam ik erachter dat ze ook stroom hadden. Nu heb ik een sleuteltje gehaald. Nu heb ik zo'n stroom gegeven. Ik hoop dat ik de schakelaar goed heb gezet. Ja, dat hoort wel. En dan ga ik nu even lunchen. Hey. Lekker soepie. Dit is ook zo mooi hier. Hè. Sommige bomen moeten wel eventjes beginnen groen te worden. Maar verder ziet het er goed uit. Wie mij kent, die weet ik technisch niet zo sterk ben. Ik had dus een stroom aangelegd en ik zag die schakelaartjes, weet je, of een aardlak, die zekeringen dingen. En ik zag, als je hem naar beneden deed, dan zag ik een groen vlakje. Ik denk, oh, je moet hem naar beneden doen, dan is hij aan. En toen liep ik hier naartoe, ik was toch aan het twijfelen, dus ik loop naar de meterkast door. Daar zijn ze allemaal omhoog. Ik denk, oh, ik heb het verkeerd gedaan. Ja, ik dacht eerst lunchen, ga ik daar maar herstellen. Maar toen kwamen ze op een gegeven moment hier naartoe. Hun katrol past niet door het sleufje in de tent. Dus ik moest hem even loshalen. Dan konden ze met de stekker door het sleufje. Dus dan heb ik stiekem meteen het schakelaartje omgezet. Dus nu weet ze niet hoe stom ik ben. Dan heb ik gered. We hebben net gegeten. We hebben gesnackt. Ik had lekker twee volkoren bolletjes met een kroketje. Dobbetjes. Een dubbel kroketje. En eentje had patat in een frikandel. De laatste nacht gaan we bijna in. Maar nou, het is nog een avond voor ons. Maar heerlijk weer vandaag. Zo, ook weer opgeruimd. Oh, het is gewoon echt lekker. Echt lekker. Nou, ga ik een boek uitzoeken. Mijn vierde sinds ik hier ben. Ik heb er zin in. Ja. Lekker hoor. Lezen. Hoor die vogeltjes toch. Het is vrijdag. De vlag hangt hier bovenaan. Want het is bevrijdingsdag. U ziet, de wolkjes zijn er wel. Maar er is ook veel blauwe lucht. Het heeft vannacht wel geregend, zag ik op de buienradar app. Maar verder zie ik er niks van. Dus ik denk dat het wel meevalt. Vandaag is... Wordt wel afgelost om 3 uur. Dus we gaan inpakken straks, maar netje ligt nog te slapen, dus ik wacht nog even. Maar ja. Lekker dag, hier is mijn kopje thee. Ik loop inmiddels tegen Ene. We hebben al wat opgeruimd, netje heeft de boel schoongemaakt. Ik heb net geluncht. Jij hebt geluncht. Ja, ik heb net geluncht. Niks brood is nog aan het ontdooien. En over 2 uurtjes worden we afgelost. Ze zitten er weer op. Dat is wel leuk, toch?
Het is hartstikke leuk, lekker weer. Ja, het was s'avonds een beetje koud, behalve gisteren. Dat is een beetje jammer. Maar we hebben eigenlijk gewoon de hele week gewoon heerlijk buiten kunnen zitten. Ik ben hem verbrand hier. Ik weet niet of dat overkomt, maar je hebt het ook gekleurd, ik hoor. Ik heb gekleurde, kijk eens. Oh, strak. Oh ja. Oeh, hoe leuk is dat? Oh, deze is wel echt. Oh ja, ja, duidelijk. Ja, hè? Ja. Dus het was een leuk beetje. Nou, we wachten even tot we worden afgelost, maar ik sluit wel even de vlog af. Want ik denk dat er niets meer bijzonders gebeurt. Er is eigenlijk überhaupt niks bijzonders gebeurd. Ik hou we graag zo. Ja. Excuus voor deze saaie vlog. Vind je het ook een saaie vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. En wil je deze vlog ook echt niet meer zien, dan moet je even abonneren. Ik heb een beetje weinig abonnees, vind ik. En ik nice, dus er moet het bij. Oh, dat is onze. Is dat een merel? Ja, merel. We hebben een vaste merel, die komt steeds eten halen. Papa merel. Die kan heel mooi fluiten. Ja. Kijk eens. Als je kunt zien. Het is wel een groot stuk, dan moet je het even kleiner maken. Nou, een schrok op. En als hij er wegvliegt, dan fluit hij heel vaak heel mooi. Nou, mooi. Fluit hij. Merels kunnen heel mooi fluiten, hoor. Ik vind het niet echt heel mooi. Als hij in de boom zit, dan fluiten ze heel mooi. Ja. Kom maar. Ja, ga maar. Is genoeg dit. Ga maar naar je vriendin brengen. Uitbrengen? Wat ga je allemaal meenemen, joh? Maar geven aan haar. Een hamster, joh. Ik heb zo meteen ook nog, hè? Ga maar brengen. Ja, hoor je. Leuk, hè? De hele week zie je een vaste gast hier. En een rood borstje hebben we ook. Die heet Henk. Henk het rood borstje, maar die zie ik nu niet. Die heeft een nestje in het houthok. Maar dat ga ik niet storen, dat is zielig. Enfin, dit was de vlog. Tot de volgende keer maar weer. Dag hoor.